iemand koffie? Eenzaamheid is in deze nare periode een probleem waar veel mensen mee te maken krijgen. Bij het inloophuis 1 is samen in het Zaanse Poelenburg proberen ze te helpen waar ze kunnen. We zien ook onze mensen achteruit gaan. We zien ze ook eenzamer worden en slechter worden. Dus we zijn er met z'n allen hard aan het knokken om dat te voorkomen. Dus we zijn heel druk bezig. Kom je één keer per week. Vorige week is het gestart weer. En daar ben ik wel heel blij mee, want ik mis het wel. Vorige week ging het inloophuis weer voor het eerst open sinds de crisis uitbrak. In de tussentijd gingen de vrijwilligers op zoek naar alternatieven. We hebben het eigenlijk drukker dan dat we het ooit gehad hebben. Want we zijn echt huisbezoeken, zoveel mogelijk naar de mensen toe. Bij mensen op een bankje ergens in het park even op afstand zitten. Alles uiteraard volgens de regels op afstand. Om die mensen toch het gevoel te krijgen dat ze er niet alleen voor staan. Nu bezoekers weer welkom zijn, is het weer drukker. Als het te vol is in de kleine ruimte, moeten mensen later terugkomen. Voor Titus is het in elk geval een uitkomst. Alsjeblieft, Titus. Bedankt. Gewoon gezellig doen. Ja. Gewoon praten en thee drinken. Alleen als er bingo is, dan kom ik niet. Nee? Nee, daar hou ik niet van. Ik verlies je altijd. Zijn er nu ook meer mensen die uw hulp nodig hebben? Ja, er zijn sowieso meer mensen die hulp nodig hebben. Maar ja, wij hebben ze niet allemaal in beeld. Er zijn namelijk ook een hoop jongere mensen. Waarvan we weten dat ze eenzaam zijn en dat ze echt hulp nodig hebben. Maar helaas, we hebben ze niet allemaal in beeld. We zijn dan met samenwerking met wijkmanagers en wijkagenten en zo zijn we bezig om die mensen in beeld te krijgen. En te kijken of we daar ook wat voor kunnen doen. Want eenzaamheid, dat wordt vooral in deze tijd, dat wordt heel erg.